dag, omdat het vandaag een oefening is, ik ga een knotje maken ervoor plukken. Maar ik had gisteren ook al een knotje gemaakt. En nu heeft ze een vet kuif. En daar is Proefie met een vet kuif. Ik krijg het ook gewoon. Ready, set, go. Binnenkomen in stap. 6,5 slingert. Hij gaat iets wat over de AC-lijn. 6,5 naast de AC-lijn. Oh, min 2. Verkeerde kant. Vakante keer. Dat ga ik opschrijven. Vakante keer. Gebroken lijn 5 meter. Dus eigenlijk zat ze op het goede been en ging ze de verkeerde kant op. Ja, het lijkt erop. Ja. Maar goed, wat krijgen we hier? Gebroken lijf vind ik een 7,5. Oké, okay, maar wat is het overgang naar draf en naar links? We gaan naar rechts, dus we hebben min 2. 6,5. Vakante keer. Ja, heb ik. Oké. Okay. Van hand veranderen. 7. Mag meer op letter. Die mag een 7,5. Dat is mijn baas. Mijn bril doet zeer. Mijn bril is in mijn hoofd gegooid. Wat hebben we nu? Grote volte hals trekken. Te vol. Zes en half. Mag meer dalen. Teugels op maat, kijken of die op de teugels reageert. Dan is het op maat maken en 7. Grote volte. Kast snijden. Houdt u in bedwang? Nee, houdt u in bedwang. Ja, goed. Volte en 7. Aanspringen en 6,5 mag vloeiender. Zes en half valt uit galop. En op letter tot B rijden. Overgang 6. Mag vloeiender, maakt zich lang. Midden eraf mag een 6,5. Rechter. Ik vond het een beetje chaotisch in het begin. Nee, te vroeg. Volte en 7. Aanspringen, te vroeg. En dan? Wat hebben we dan? Te vroeg. En wat wil je dan verzekeren? Doe maar 6,5. Even kijken of ze tot E rijdt. Zullen we dan een 8 doen? Ja. Overgang 6,5 mag vloeiender. Oh. Meer ontspanning, 6,5. Nog een 7. Blijft ze er mooi doorheen. Binnen eraf. Teugels hetzelfde houden. Een 5. Chaotisch galoppeert aan. Ah, afwenden en stap. Oep. Even kijken. Is wel recht. Ja, maar het begint niet. Oh, niet gezien. Zullen we dan 6,5 van maken? Nee. Begin niet rechter bij te. Oh, halt houden mag een 5,5 worden. Scheef. Stap. Stap. Lijn maar laten. Voor de stap mag die 6,5.
Even kijken. Geven we hem voor de draf een 6,5. Gaan we weer. Hey. Stop. Voor de draf 6,5 en voor de galop een... Hij zit er, ja, geef maar 7 voor de galop. En dan hebben we impuls. Die is op zich wel goed. Ja, 7. Ontspanning. Aanleuning is gewoon onrustig. Maar ja, dat is gewoon waar je aan werkt. Maar... Ja, doe maar 6,5. En dan zeg je, mag nog meer ontspannen. Mag gehele proef. Mag gehele proef meer ontspannen? Ja. Er zitten hele goede stukken bij, maar ook stukken wat beter kan. Rechtvaardigheid en harmonie. Dan doen we 7. Effect van de hulpen. Een 6,5. En dan zet je even erachter tussen haakjes. Denk aan galop. Aangalopperen. Hou je zit. 7,5. En jij bent voor de verzorging. Oké, Tessie. Laatste proef voor vandaag. Zet je beste beentje voor. Let's go. Oh, we zijn begonnen. Oh, ik heb nog niet eens een protocol. Oh. Ja, wel. 6,5. Meer ontspanning. Allebei. Zeven. Meer ontspanning. Je doet het eigenlijk wel heel goed verruimen terug, maar dan blijf je net te hoog in de hals. Overgang was mooi voorwaarts, 7. Oh, daar was ik al. Oh. Dit moet dan ook een 7 worden. Oh, dat eerste is één ding. Ja, maakt niet uit. We hebben nu 2. Hé, maar ze moest binnenkomen in draf. Ze is binnenkomen in stap en toen aandraven. Dat is niet goed. Dit is ook niet goed. Jawel, dit klopt wel. Dit gaat goed, alleen dit binnenkomen is niet goed gegaan. Oh. We gaan wel gewoon verder, want ja. Dit klopt dan niet. Hier moeten we even hebben naar kijken. Hebben we de stap van remmen gezien? Ik heb niet gekeken. Sorry Tess, 6,5. Grote volte. Tussen E en H eraf, hebben we ook gemist, dat was daar. Die was sowieso goed, dat was een 7. Ja. Dit was die volte. Ja, de volte is een 7. Aanspringen 6,5 mag vloeiender. Oké, als je voor de B op de hoefslag bent, krijg je 7,5. Als hij zijn hoofd laag had gehad, had je een 8 gehad. Tess, oh, een 7. Jammer. Meer ontspanning, meer op letter. Overgang 6,5 vloeiender. Eerste proef was beter. Ik heb even een hand voor hem. 6,5 rechter. Dat is nog op de volte. Die zal veel lager. Je doet ook afsnijden. Kijk, hier word ik weer blij van. Ook dat is zonde. Volte mag een 7,5. Overgang een 7 twijfelend. Als ze voor de E op de hoefslag is, dan krijgt ze een 7,5. Ja, dat gaat ook. Ah, jawel, jawel. Nee. Nee! Nou, dan een 7. Meer op letter. Tussen 1 K is de overgang, tussen K en A. Dan wordt hier een 6 te vroeg. Ik neem die al die mensen. Voelt de hals strekken. Oh. Neusje naar beneden, naar voren. Neusje naar beneden, naar voren. Zes. Meer dalen. Hadden we Sammy 6,5 gegeven. Tussen B en M tegels op maat? Die waren 7. 6,5 slingert. Netjes bij de K sturen. Slingert met een D. T weet ik veel. Een 7 en meer ontspanning. Ik vind eigenlijk het verruimen wel heel goed. Dan heb je zijn neusje te veel in de wind.
Dit mag een 6,5. Te snel. Niet meer recht. Mooi recht. Oh, gaaf. 6,5. Beter voorbereiden. Ook recht. Nee, aan mijn billen. Afgoed is een 6. Zij wint. Ja. Iemand duwt tegen. Ja, 6 of 7. 7. En dan bij de rechtgerichte weer 6,5. Meer ontspanning. Zullen we bij deze 6 doen? Want de vorige proef vond ik eigenlijk beter. Dan doen we dat de half. Laat hem maar 6,5. Sorry. En doen we de harmonie in 6,5 ook. En dan zo streepjes eronder. Effect van de hulpen vind ik nu beter. Een 7. Daar ging wel beter aangroeperen nu. Houdingen zitten 7,5 en verzorging is jouw 7,5. Dan hebben we dus ook 7,5. Ja, dat is die voor jou. Tona. Nou, praat er maar. Oh, hi! Ik heb vandaag 2 wedstrijden gehad. En het ging best goed. Ik weet alleen van mijn tweede proef met Blondie week mijn punten. Dat zijn er 202,5. Daar ben ik echt super blij mee. Ga je nou... Daar ben ik echt super blij mee. En ik zat sowieso met z'n allen wel boven de 190. Volgens mij 1 keer 192,5. Een andere keer 197,5. En de andere keer 199,5. En dan de bovenste is 202,5. Daan is van de halfjes. Ik ben nu aan het vegen, want anders moet ik netjes achterblijven.